Geel haar, zwarte tranen, zilveren kettingen, groene aliens en een rode ladder. Wil je dit allemaal? Bekijk dan onze nieuwe video om de levensstijl van Billie Eilish te kopiëren. Chrissy heeft een nieuwe stijl. Ze is een diehard Billie Eilish fan. Dus maakte ze een telefoonhoesje net als degene die haar blauwharige idool heeft. Bevestig een zilveren 3D leeuwenkopvormige meubelgreep aan een telefoonhoesje. Gebruik hete lijm. Knip een ketting in stukjes. En bevestig ze aan het hoesje in de vorm van een kruis. Voeg er een sliert strassteentjes aan toe. Maak kleine strassteentjes vast aan de schroefgaten op het handvat. Dat verklaart waar Chrissy al haar kettingideeën vandaan heeft. Het is een nieuwe Billie Eilish trend. Miss Smith is haar bril vergeten, maar ze kan nog steeds een telefoon zien in haar klas. Kom op, telefoons zijn niet toegestaan. Geef het aan mij. Ik kan deze coole muziekvideo niet bekijken zonder bril. Ik had nog ergens een reserve liggen. Hier zijn ze. Neem de rand van de veiligheidsbril. Verf ze zilver. Lijm strassteentjes. En zet de bril weer in elkaar. Maar dit zijn eigenlijk trendy Billie Eilish brillen. Bad Guy heeft onze leraar gehypnotiseerd. En ze verandert in Billie zelf. Wat een wending. Onze juffrouw Eilish Schmidt heeft wat bijpassende accessoires nodig. Grote kettingen zijn de oplossing. Knip een accessoire ketting in 4 stukken van verschillende lengtes. Neem hangers in de vorm van een handboei en springringen. Bevestig ze aan de uiteinden om 2 stukken kettingen aan elkaar vast te maken. Bevestig de andere uiteinden van de 2 stukken aan een andere ring. En voeg een slotje toe dat alles tot één geheel verbindt. Voor de volgende laag hebben we een ketting, een ringhanger, een karabijnsluiting en springringen nodig. Haal een lange ketting door de sluitingen van de hanger. En bevestig een slotje aan een ringetje. Leg een grote als een zware ketting die 2 lagen maakt. Maak ze aan elkaar vast met een grote afneembare ring aan beide kanten. Maak een stuk van een grote als een zware ketting los met behulp van een rondbektang. Maak een halssnoer. Monteer alle stukken tot een accessoire met meerdere lagen. Wow, deze kettingen zijn geweldig! Neem een selfie! Niet lachen! Ik moet mysterieus misantropisch zijn, net als de zangeres. Meiden, maak nu wat nieuwe accessoires! De meisjes kopiëren hun idool en hun saaie les verandert in een muziekvideo. Kneed de groene polymeerklei. Leg het tussen 2 vellen perkamentpapier. Rol het uit tot een dunne laag. Snijd 2 cirkels uit met een kapje. Teken 2 figuren met een boetseerpen. Snijd ze uit. Druk oorbelknopjes in de cirkels. Prik gaatjes om het hoofd en het lichaam te verbinden. Bak de stukken volgens de instructies op de verpakking. Smeer de gebakken figuurtjes in met acrylpoets. Verbind het hoofd en het lichaam met een speld. Bevestig de oorbellen op een papier met een ruimtepatroon. En vergeet de grote ringen niet. Lijm een rubberen spin op een blanco ring. Bevestig een rubberen kakkerlak op een andere blanco ring. Bestrijk de stukken met zilveren spuitverf. En verf de holtes met een penseel. Miss Eilish is blij. Deze accessoires passen perfect bij het onderwerp van de les.
Jullie krijgen een 10+. Ik mis iets. Hier is mijn persoonlijke stijlteam. We moeten deze haarkleur onmiddellijk veranderen. Dat is veel beter. En vergeet die iconische bandana niet. Print een Billy print uit. Leg er een plastic boekomslag op. Ril de letters met een lege balpen. Snijd ze uit met een hobbymesje. Snij het overtollige plastic eraf. Maak een rechthoek van een oud t-shirt. Leg de sjabloon op de hoek. Kleef het vast met plakband. Kleur het patroon met een kleine verfroller en acrylverf voor stof. Verplaats de sjabloon om het hele stuk stof te bedekken. Wacht tot elk deel droog is. Gebruik een borstel om de openingen op de B te bedekken. Vouw de stof als een bandana. Uitstekend! Juffrouw Eilish is klaar om een concert te geven in de lerarenkamer. Nu is ze onze favoriete lerares. Laten we met de les beginnen. We gaan nieuwe liedteksten schrijven. Wacht even, deze tas past niet bij mijn klas. Hier is een juiste tas voor een Billie Eilish fan. Knip een gedrukt Louis Vuitton patroon in delen. En bevestig ze aan een gummetjes met witte lijm. Snijd de gummetjes volgens de omtrek van het patroon met een hobbymesje. Maak een gespiegeld logo. Neem een effen stoffen tas. Breng acrylverf aan op de stempels. En maak kleurrijke afdrukken over de hele tas. Los acrylverf op in water. Neem een spuit zonder naald en vul deze. Spuit de verf uit op de zak om druppels van verschillende kleuren te maken. Wauw! Met deze designertas en creatief notebookje zal ik het meest stijlvolle meisje van de muziekklas zijn. Er is maar één drankje voor Miss Eilish. Natuurlijk is het zwart. Voeg zwarte kleurstof toe aan sinaasappelsap. Wat ben je aan het doen? Billy, drink dat niet. Je zal je nadien slecht voelen. Daar ga je. We hebben je gewaarschuwd. Er lopen zwarte tranen over je gezicht. Smeer een plastic masker in met rijke handlotion. Maak druipende tranen met hete lijm. Net als in Billy's videoclip. Haal de tranen eraf als de lijm hard wordt. De lotion laat gemakkelijk van het masker los. Kleur de tranen met zwarte nagellak. Miss Eilish is blijkbaar allergisch voor dit zwarte drankje. Ze ziet er zo verdrietig uit. Veeg de tranen weg. Alles zal in orde komen. Laten we de look van de echte beroemdheid afmaken met een rode ladder. Ga naar buiten en bescherm je kleren, gezicht en handen. Kleur een metalen ladder met rode spuitverf. Wacht tot de ladder droog is. Laten we nu een fotoshoot regelen. Miss Eilish neemt mooie poses aan. Ze zal zeker een Grammy Award krijgen voor haar klasse. Billie Eilish videoclips zijn zo hypnotiserend. Oh, er is geen video. Het is gewoon een pizza. Print een Gucci patroon uit. Snij het uit met een mes om een stencil te maken. Smeer een pizzadoos in met witte acrylverf. Voeg een karamelpatroon toe zoals in de Bad Guy videoclip met roze en gele acrylverf. Leg het sjabloon op een pizza. En bestrooi het met paprika. Juffrouw Eilish smokkelde een pizza de klas in. Zij is de echte Bad Guy. Oh, was het maar een droom?
Hoe zit het met het haar en de tranen? Eén ding is zeker, de pizza was 100% echt. Vond je ons idee om Billie Eilish looks na te maken leuk? Laat het ons dan weten in de comments. Wat is jouw favoriete videoclip van Billie? En welke ideeën zou jij gebruiken om op haar te lijken? En vergeet niet om deze video een duimpje omhoog te geven. Je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen nieuwe lifestyle ideeën mist op Troom Troom.